monumentale liefhebbers, monumentenliefhebbers en met name groene monumentenliefhebbers. En het deed een geweldig mooie zonnige dag. En we hebben uiteraard, maar dat hoeft geen betoog, van mijn eigen achtergrond een worst aan Clara geofferd. En zie wat dat teweeg kan brengen. En wat dat betreft staan we hier ook op Rooms-Katholieke grond. Dus ook dat politieke item wil ik even benadrukken. Want dat is toch historisch verankerd in onze samenleving. En zie wat dat allemaal teweeg brengt. In het verleden, nu en in de toekomst. Hartelijk welkom mijn collega Jan Hoskamp. Die met name iets technisch morgen de aftrap zal geven in het koude water. En ook wel de belangstelling van onze raadsleden. Die zich immer inzetten voor het behoud van de cultuurhistorie. Als een belangrijk element van onze samenleving. Groen van toen. Je zou kunnen zeggen, er zijn mensen die heel enthousiast zijn over de groente van toen. Ook iets wat heel erg populair is. De moestuinen van nu om groente van toen weer te kweken. En dat als element in de binnenstad. Er wordt zelfs onderzoek naar gedaan of de binnenstadstuinen. En hoe we blijvend aandacht kunnen vestigen voor datgene wat we op de onmiddellijke nabijheid hebben. Uit toen. Wat we nu willen beleven. Wat dat betreft komt er binnenkort, dinsdag ook in het college, ja, dames en heren, raadsleden, de cultuurhistorische visie. En die heet Op weg naar 2029, want 'n Bos is op dit moment hartstikke goed bezig met cultuurhistorie, maar de kunst is om dat over 15 jaar ook nog te doen. En wat dat betreft moeten we gezamenlijk die punten op de horizon maar weer eens markeren en daarover nadenken wat we met elkaar allemaal voor elkaar kunnen doen. En dan op weg naar 2029 is toch ook maar 400 jaar na 1629. Zodat ook dat jaartal altijd op ons netvlies staat gegrift. Groen van toen. We hebben geïnvesteerd, althans in de middeleeuwen, in de hofjes. Kleine groene plekjes waar mensen konden verpozen. In een veilige omgeving. Binnen de vestingmuren had je ook nog wat landerijen waar inderdaad het eten werd verbouwd. En ook koeien konden grazen. En vervolgens werd het steeds drukker en drukker. Mensen kregen minder ruimte om te verpozen en ook de kwaliteit was wat minder. En werd er geïnvesteerd door woningbouwverenigingen, door parochies, in dit geval door Monsieur Prinsen van de Jacob parochie, die wat hierachter is, het Jacobshofje mogelijk heeft gemaakt. Als inzet en investering om iets goeds te doen voor de mensen, zodat ze veilig in een prettige omgeving konden recreëren en verblijven. En dat is wat wij als samenleving nog steeds op dit moment willen doen. Want een ruimte waar je prettig en goed kunt recreëren en verblijven is een goede woonomgeving. En dat stimuleert mensen om hier naartoe te gaan. En dat is een hele belangrijke drager voor een goed functionerende economie. Niet waar, wethouder economische zaken? En hij knikt instemmend. En dat moeten we met z'n allen voor elkaar weten te boksen. Maar nog belangrijker is om dat vast te houden. In een groene setting, met mooi weer. En dan ga ik nu de handeling verrichten om aan een geweldig koord te trekken. Dus geen groen koord, maar een rood koord. Nou ja, goed, de verkiezingen. Ja, ik zou er niks over zeggen. Maar goed, er zijn ook t-shirts van GroenLinks. En ja, ook, ik weet niet of dat groen van toen is, maar dat geldt ook voor mezelf, want ik heb een groen pak aan en ben van Groene Partij. Maar goed, daar hebben we het niet over. We gaan nu in ieder geval dit weekend geweldig genieten. En Marcel, ik ga aan de slag.